Zo, ik ben er klaar voor. Zoals je ziet heeft mijn hoornkoffer een dun gedeelte en een dik gedeelte. Op dat dikke gedeelte ga je hem neerleggen. En dan maak je de rits open. Als je het dikke gedeelte boven hebt, valt de hoorn nu al uit de koffer. En dat is natuurlijk zonde. Mijn hoorn bestaat uit 2 stukken. Maar ik denk dat jouw hoorn gewoon 1 stuk heeft. Wat wel heel belangrijk is, is het mondstuk. Heel makkelijk. Klaar. Je gaat er niet op slaan. Als je dat doet, dan zit het mondstuk zit vast in de hoorn. En dan past de hoorn niet meer in de koffer. En hoe kom je dan nog naar hoornles als je hoorn niet meer in je koffer past? Meestal, als jij elke dag of een paar keer per week oefent, kun je gewoon de knopjes bewegen. Als ze een beetje vastzitten, moet je soms wat harder drukken. En dan weet ik meteen dat je niet zoveel geoefend hebt deze week. Goed, we gaan hem nu weer inpakken. Dat doen we precies andersom. Je mondstuk pak je eruit. Als het goed is, gaat dat gewoon in 1 keer, want je hebt hem namelijk niet vastgeslagen. En dan zit hier een klepje. Dat is het waterklepje. Door warme lucht in je hoorn te blazen, komt er een beetje water in je hoorn. En voor je je hoorn inpakt, blaas je dat er eventjes uit. Verder hoef je je hoorn niet schoon te maken. Makkelijk, hè? In mijn geval draai ik nu weer de beker van de hoorn. Maar waarschijnlijk hoef jij dat niet te doen. Jouw hoorn past maar op 1 manier in de koffer. Zorg er dus voor dat hij goed stevig in de koffer zit. Doe dan je koffer goed dicht met de rits of met de kleppen. En dan kun je hem weer mee naar huis nemen. Tot straks!